Mooi jongens, vandaag op een nieuw plekje. Plekje waar ik al de hele tijd een keertje wou gaan zitten, maar ja, door de harde wind elke keer niet gedaan. Maar vandaag geen wind, prachtige dag. En ja, ik ga kijken of we hier een leuk visje kunnen vangen. Het ziet er heel mooi uit. Stroompje dat uitkomt in een grote plas. Ja, je zou vis moeten zetten. Ik ga snel de hengeltjes optuigen en hoop op een leuk visje. Als je betreft hier van alles bij. Wormen, maaien, mais. Met het vierde spul. Dan hebben we ook nog een paar aasvisjes bij. Die gaan we ook als eerste even eentje uitleggen. Even kijken, tweede hengeltje beginnen we met voorkwarfje. Niet heel veel maaien meer, een hoop verpopt. Voelt als vers aas. Een beetje lomp vers aas. Nou jongens, hij lag er nog geen 5 minuten in en gelijk een mooie kool blij. Al flink gehaven. Wel gelijk vis, dat is mooi. Op de maai. Nou, gooi ik het met het vier eruit. Ik zie daar even een hoop activiteit. Het blijft toch weer vies rustig. Een keertje wat uitgezogen maaien ingehaald, maar voor de rest weinig. Op een zonde, jongens. Roof blij. Vet. Een flinke. Ging er ook als een gek vandoor. Maar dat is geen kleintje. Oké jongens, totaal onverwachts op het aasvisje. Dikke roof blij, 76. Mooi man, mooi beest. Ging er ook als een gek vandoor. Heel vet. Deze gaat weer zwemmen. Heel vet. Nou, hangen we er maar gelijk weer eentje aan. Mooi kleintje.
Maar op de Maai gebeurt echt dom weinig. Dus ik denk dat ik daar eens even een klein blinkertje aan ga hangen. Ik zie hier naast me. Daar zie ik de hele tijd wat jagen. Ik haal het voerkorfje er even af en dan zet er daar even een blinkertje op. Ze kijken dan niet eens naar de Maai. Noppes! Hang mooi het voerkorfje er weer aan. Echt een trage bedoeling, jongens. Ook gewoon weinig tik, weinig leegzogen maaien. Dus ja, man. Beetje een aanduiding dat er niet heel veel vis aanwezig is. Kleine vis en daarmee aasvis. Oh, wacht, ik ging hier even een maiskorreltje bij hangen. Een maiskorreltje en 2 maai. Op de dooi, jongens. Moet dat het kleine snoekbaas was. Dat is lang genoeg gewacht. Maar in ieder geval weer wat actie. Oké, jongens, het begint te regenen en er wordt nog veel erger. Er komt toch wel een stortbui aan, dus ik ga de spulletjes een beetje inpakken. Ik denk dat ik de regen even afwacht, dat ik daarna nog naar een ander plekje ga. Want ja, we hebben hier nu 4 uur gezeten. Ik ben heel blij met die grote roofblij, maar voor de rest niet heel veel actie. Wel beter op de dobber, maar ik vermoed dat dat een kleintje was. Maar goed, wel een mooie spot en hebben we deze ook weer gecheckt. Wel een interessant plekje, dus je komt wel vaker terug. Goedemiddag, jongens. Terug bij dit plekje. Ja, ik kon niet wachten om hier even terug te komen, want het is gewoon een heel interessant plekje. Vorige keer had ik te weinig aasvissen bij, die heb ik nou meer dan voldoende bij. En daarnaast ook via de hengeltje toch kijken of we niet gewoon een paar verse visjes te pakken krijgen. Ik ga snel de hengeltjes optuigen en hoop op een leuk visje. Dan beginnen we met een forse aasvis. Nou, heb ik ook wat kleine aasvisje bij. Dus ik heb hier 1 hengeltje met een dobber. Een klein haakje, haakje 8. Nou, die leggen hier mooi bij het stroompje. Er gebeurt nog niet heel veel. Rommel op de feederhengel, maar kleine vis. Kleine haakje eraan, maar de maaien die worden eraf gesnoept.
Hopen gaat hier vandoor, jongens. Snoekbaasje. Dat is een mooi snoekbaasje, 60 op een klein visje. Vlak langs de kant. Mooi man. Ik weet ook wel tijd dat er iets gebeurde, want we zitten er al 1,5 uur. En nog vrij weinig actie, dus zeer welkom. Gaat ie. Mooi man. De dobber is weg, jongens. Snoekje. Nou, feisty man. Nou ja, is nog geen 10 minuten na het snoekbaasje. Klein snoekje op de andere hengel. Ik was bezig met het hengeltje opnieuw ingooien. Nou, een snoekje van 70. Mooi man. Tweede visje. Eindelijk jongens, een aasvisje. Althans, daar lijkt het op. Kijk eens aan. Een roofblijtje. Klein roofblijtje op de maaien. Nou, dat is toch leuk. Nou, ik ga toch ook even een snoekbaashengeltje uitgooien. Met gewoon een bodemaasje, een stuk vis eraan. Geef maar even een lijn. Snoekje aan de snoekbaas. Ja, nou, kleintjes. Helaas, het was 1 meter visser. Groene twist eraan. Flinke tik op een stukje vis. Oké, okay, was terug in de auto. Gewoon helemaal niks meer gevangen.
Ja, dat is wel een beetje zuur. Toch echt gewoon in het begin even een bijtmomentje, maar daarna echt helemaal niks meer. Stonden op een gegeven moment ook 8 man rondom me heen te werpen. Dus het rustig zitten, dat viel ook vies tegen. Ik heb ze ook niks zien vangen, dus ja, volgens mij was het gewoon geen beste avond. Maar goed, toch een paar visjes gevangen. En ja, die roofblij van de ochtend hier, dat was natuurlijk een topvis. Maar goed, volgende keer beter. En ik zie je later. Oh, kijk, je schrik me kapot.